Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast van de Vervierde Academy. Naast mij zit Gunter Hemschoot. Mijn naam is Peter de Wit. En vandaag gaan we het bijzonder, eigenlijk best wel een leuk onderwerp vinden. Ja. Het is een leuk, spannend. Ja, en vooral tegelijkertijd spannend. Ook een beetje beangstigend. Ja. Vooral beangstigend ook. Ja, zeker. Dus een leuk onderwerp hebben we. zeg het dit. Ja, zeg het dit. We kennen allemaal phishing. Dat kennen we allemaal, maar ja. Inmiddels bestaat er ook phishing. Klopt. En dat is phishing op een altijd op nieuwe manier en op een very scary manier. Ja, klopt. Ja. Nou, heb jij je er een beetje in verdiept? Ja, klopt. Ja, het was eigenlijk een berichtje wat ik online las en het trok gelijk mijn aandacht. Ja. Want wat is het? Wat is phishing? Phishing is eigenlijk het misleiden van iemand aan de hand van je stem of van een stem of van een persoon zijn stem. Ja. En er zo voor zorgen dat eigenlijk een bedrijf of dat je geld afhandig gemaakt wordt of dat je beslissingen neemt of dat je handtekening zet ergens of whatever. Want je had een voorbeeld gezien dat er een bedrijf was voor 10.000 euro opgelicht of zoiets. Klopt. En die had gewoon een contact met een CEO van een vriendschappelijk bedrijf of eigenlijk van een partner. Dat dacht hij. Hij dacht dus telefonisch contact te hebben met die CEO. Die hij ook persoonlijk kende. Maar uiteindelijk ging het over een soort van deep voice cloning. Deep fake voice heet deep dat Deep fake voice, dat is het precies, Peter, ja, inderdaad. Maar dus die man dacht van, oké, ik ben aan de lijn met die CEO. Dat was hij helemaal niet. En die man die vroeg eigenlijk om 10.000 euro over te maken, heeft die andere CEO ook gewoon gelijk gedaan. Zonder erover na te denken, omdat hij de stem herkende. Ja. Maar niks was minder waar. Het was niet de persoon die hij dacht dat het was. Nee, het was gewoon iemand die achter zijn computer zat of ergens achter een computer zit. Ja. En zeg maar het geluid van die persoon, het stemgeluid ooit van die persoon heeft opgenomen. Ja, klopt. En dat in zijn computer heeft ingevoerd. Ja, een soort van algoritme. Algoritme, ja. En dan vervolgens gewoon letterlijk zinnen typte. Ja. En die, dat werd vervolgens uitgesproken met de stem van die bevriende CEO. Ja, klopt. Ja. Er zijn een aantal filmpjes ook online die dat ook illustreren. Die dat ook laten zien hoe het eigenlijk werkt. En ik denk dat het een Mexicaanse expat in Amerika dan. Ja. Die dat algoritme heeft bedacht. En eigenlijk is het wel leuk om zelf mee te spelen. Om zelf je eigen stem op te nemen. En uiteindelijk daarmee, zoals hij dan doet, ook zijn moeder te bellen. Ja. Maar zoals je ziet ook, er zijn gewoon hele andere. Ja, aan elke leuke kant is er wel een minder leuke kant. Ja, en, dat is het hem. Hè? Het is eigenlijk phishing 2.0, ja, noem klopt. Ik het maar even. Ja, ja, dus, zeker, ja. Dus en je moet oppassen. Ja, je moet oppassen. Ze zeggen ook van, kijk, let op, dit wordt in 2020 wel het dingetje. Omdat er ook heel veel, bijvoorbeeld zoals in een WhatsApp of in een andere Messenger-app, kun je gewoon ook voice nalaten. En het gebeurt ook wel. Mensen die laten gewoon een hey, gelukkige verjaardag, zeg maar, bijvoorbeeld, of dit of dat. En dan uiteindelijk antwoord je terug of je schrijft terug. Maar eigenlijk kan zo iemand wel op die manier, het kan lijken alsof dat die van iemand anders afkomt. Ja, nou weet je, als je gewoon via een telefoon met iemand spreekt, aan het bellen bent, dan herken je vaak ook wel een beetje nuances in de stem. Ja, klopt. Maar als je via WhatsApp bezig bent, dat is toch altijd net even wat minder bijvoorbeeld. En als je kunt ook via WhatsApp bellen, op die manier. Ja, klopt. Ja. Maar ik denk persoonlijk, ik noemde nu zelf WhatsApp, sorry dat ik je onderbreek, maar ik denk dat WhatsApp dan nog een iets veiliger manier is, omdat je ook een account hebt en het telefoonnummer klopt ook. Ja, precies. Dat is waar. Want dat is... Ja, want anders heb je kunt bijvoorbeeld gebeld worden door een onbekend nummer. En dan, want dat is dan waar ze wel voor waarschuwen van, hoe herken je dat dan, zo'n phishing mail? Een phishing gesprek. En meestal gebeurt het vanaf een nummer wat niet aan die persoon gelinkt is, niet onmiddellijk. Dat is al één. Ten tweede gebeurt het vaak ook via e-mail dat je een gesproken bericht krijgt. Dus dan is het eigenlijk een combi van. Gaan ze eigenlijk een mail sturen vanaf een fake e-mailadres, wat misschien wel peterdw@vivida.com is bijvoorbeeld, in plaats van jouw normale e-mailadres. Ja. En dan gaan ze op die manier gewoon
de voice eigenlijk naar je toe sturen en, ja. en op die manier een vraag stellen om iets te gaan uitvoeren. Het is nog wel een beetje, ik vind het nog wel, als ik het zo hoor, dan denk ik van, nou, er moet nog wel een goede klap worden gemaakt. Wil je daar eigenlijk een beetje echt intuinen? Want ja. ik vind het verhaal van, ja, die jongen, die het filmpje wat we gezien hebben, ja, die man die belt zijn vrouw of zijn moeder. Nou ja, en dan hek je, oké, dan kan ik me voorstellen, maar die belt met zijn eigen nummer. Ja, klopt. Dus dan is het ook logisch. Ja. Maar ik denk, als jij een CEO bent van een bedrijf en je belt met je 06-nummer of je belt met een gewone nummer van het werk, dan staat dat ook in die persoon zijn telefoon. Ja, klopt. Dus dan is het niveau van, de kans dat je erin tuint is nog een beetje verder weg. Klopt, maar ja. Dat wil niet zeggen dat die ontwikkelingen steeds sneller gaan. En waarschijnlijk dit jaar gewoon wel al andere dingen ontstaan. Ja, ik denk... want de dingen die wij nu zeggen, dat zijn de dingen die we wel weten. Die we wel voelen. Die we wel denken van, oké, daar zou ik zelf niet intuinen. Maar er zijn mensen... De laatste tijd hoor ik verhalen van mensen die zaken doen waarvan je denkt van... Maar hoe kom je erbij? Denk je er dan geen 2 minuten over na al voordat jij die handelingen doet... er zijn zo mensen die gewoon voor hele kleine bedragen, maar dan maal 100 keer opgelicht worden, die dan... Weet je, het is natuurlijk zo dat ik, bedoel, via berichtendienst, zoals dus sms, zeg maar, op de iPhone, dan krijg je gewoon een berichtje van de dienst Justitieel Incassobureau. Ja. En dan, er staat nog een rekening open. En als jij denkt bij jezelf, van, dat klopt niet, want dat kan niet, dan doe je er ook niks mee. Want je gaat er ook vanuit dat op die manier word je nooit benaderd. Ja, klopt, ja. Maar ben jij wat ouder of wat naïver, dan denk je, wat? Ik klik en klik en ik... Ja. En op die manier, zo proberen ze het natuurlijk op zo'n manier jou klopt. Te verleiden. En dat kan straks ook met dat soort nummers gewoon. Je kunt waarschijnlijk ook wel een nummer mirror of zo strappen. Straks spiegel of zo. Ik weet het niet. Ik denk dat er ook wel iets zal... ik denk dat we de technieken nog niet eens... Dat we nog niet eens het bovenste van de ijsberg gezien hebben. Nog niet eens het topje, denk ik. Nog niet eens het laatste sterretje wat erop staat op de ijsberg. En het is ook niet dat we nu dit hierover hebben, omdat we denken van, dit gaat echt de komende weken heel veel mensen... Je wordt zeker en vast opgebeld. Je wordt zeker en vast opgebeld en opgelicht, dat is niet zo, maar we vinden het wel interessant. Ik vind het wel interessant. Het is een interessante ontwikkeling. Omdat, Want iedereen, als we bijvoorbeeld in 5 jaar terugkeren, dan waren er wel van die brieven, of misschien is het wel langer, ik heb niet onmiddellijk een idee, maar dan kreeg je wel van die mailtjes van, je kunt... je pakketje is onderweg. Maar nu krijg je het dagelijks, krijg ik wel eens een mailtje van, jouw bestelling, hier kun je track and trace, noem maar op. Dan heb ik zoiets van, kom. Ja. Maar mensen met fake facturen van bedrijven, je ziet het dagelijks. Dagelijks zie ik op Facebook, laat op, of op websites, of op Twitter, zie ik berichten staan. Mensen versturen facturen namens ons, maar wij zijn het niet. We hebben geen nieuw bankrekeningnummer. Nee, we zijn nog altijd dezelfde club. Ja. En we zijn nog altijd... Echt, ik kreeg van de week ook van de Rabobank tot 2 keer toe een berichtje van, u moet uw pas vernieuwen. Nou, mijn pas was echt net vernieuwd. En uiteindelijk heb ik dan ook wel af en toe, want onlangs, een tijdje terug kreeg ik, wat was het nu weer? Het was van mijn autoverzekering. Kreeg ik een brief binnen, rekeningnummer gewijzigd. Wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon mijn telefoon genomen, ik heb gebeld. Ja. Naar mijn verzekeringskantoor. En ik heb gezegd van, klopt het dat jullie rekeningnummer is aangepast? Oh ja, dat klopt. Maar waarom bel je daarvoor? Ik zeg, om er zeker van te zijn dat het klopt. Gebeurt, dat het niet weer zo een of andere... Want het was gewoon per mail. En ik dacht zoiets van, voor hetzelfde geld is het zomaar weer een fake mail. Je had het over dat het thuis werd bezorgd, dat het een brief was. Toch? Oh ja, een brief. Ja, het was een brief. En dat kan natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, dat is weer een stapje terug. Want zo kreeg je op een gegeven moment ook brieven. Ja. Later werd dat mail, dat werden sms'jes, dat werden appjes. En nu probeer je weer op de ouderwetse manier met een brief. Tuurlijk. Je wordt alle mogelijke manieren proberen ze je. Ik ben altijd maar blij dat ik dan in ieder geval dat nog de meeste dingen nog wel snap. En dat ik in ieder geval gezond. Dat je kan volgen wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal mogelijk is, sowieso al. Ja. Want ze noemen het artificial, het is via artificial intelligence. Het is eigenlijk met een heel klein stukje tekst, want die man die leest daar drie zinnen tekst voor. En dan
snapt dat ding al, dat algoritme snapt al hoe zijn stem ongeveer in elkaar zit. Ja, sterker nog, woorden die hij niet had uitgesproken, ja, die had hij ingetypt. En die woorden werden gewoon uitgesproken alsof, ja, hij het zelf was. Ja, ja, dat daar stond hij zelf ook wel versteld van. Ja. En het klonk nog een klein beetje robotterig, ja, vond ik zelf. Ja. Maar aan de andere kant zei die man ook van, kijk, als we echt wel volledige identieke voice willen hebben, dan had hij hoe lang nodig? 5 uur of zo. Ja, drie tot vijf uur. Ja, 3 tot 5 uur aan voice nodig om uiteindelijk een hele mooie stem te kunnen creëren. Maar ja, wij zitten hier ook elke maandag een half uur te spreken. Dus als, ja, iemand onze stem zou eruit filteren en zou opnemen en zou omzetten, dan klinken wij ook... Nou ja, ga maar gewoon in een café zitten of bij een lezing van een bekend persoon. Ja. En als jij... Nou ja, neem maar gewoon een bekend persoon die een lezing, ja, houdt. Hoe meer je opneemt, en je neemt hoe juister het is. Je kunt het, tegenwoordig gewoon met je horloge... Ja. Er zit een dictafoon op. Ja. Je zet, ja, hem aan en het wordt opgenomen van je telefoon. Je legt het neer, zogenaamd om... Het, ja, terug te kunnen luisteren. Ja, ja, ja. En er is geen haan die er naar krijgt. Nee, en vervolgens, als dat gewoon een bekend persoon is, dan kun je uit zijn naam of haar naam, kun je dus van die phishings afsturen. Het begint steeds meer op phishing te lijken. Ja, maar. Ja. Maar goed, het is een leuk onderwerp. Ja, ik vond het ook, ja. Ik hoop dat jullie dit ook een beetje een leuk onderwerp hebben gevonden. Want het is niet zozeer direct dat je hier zelf wat mee kunt. Maar het is meer dat we je willen opwijzen dat het bestaat. En dat moet voor uitkijken als het jouw kant op komt. Ja, precies. Ja. Ik zou zeggen bedankt weer voor het luisteren. Of kijken, inderdaad. Want we zijn te zien op YouTube. Klopt. We zijn te beluisteren op Spotify en de podcast van iTunes. Ja, helemaal correct. En ja, dat is het wel. Dat is het wel, ja. En de Vivid Academy staat het uitgeschreven te tekenen. En uiteindelijk ook alle andere kanalen die gebruik maken van, moet ik zeggen, van de audio stream, alle andere audio podcast dingen. Klopt. En mocht je dan vragen hebben of een onderwerp hebben voor een volgende podcast, stuur gewoon even een mailtje naar podcast@vivida.academy. Yes, dat is hem. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende, bye bye. Hoi. Joe.